In Nederland verdienden we vorig jaar samen 676,5 miljard euro. Daarvan gaven we ongeveer 14% uit aan zorg. 95 miljard euro. Vanaf 2001 zijn de zorgkosten sterk toegenomen. Mensen denken vaak dat de vergrijzing de zorg duurder maakt, maar dat klopt niet. De kosten in de zorg zijn vooral gestegen doordat de ziekenhuisbudgetering en andere uitgavenplafonds in de gezondheidszorg werden losgelaten. Nederland heeft de op twee na duurste gezondheidszorg van Europa. De Amerikanen hebben het duurste zorgstelsel ter wereld. De zorgkosten in ons land stijgen nog steeds, maar de afgelopen paar jaar minder snel. Het is nu nog te vroeg om te weten of het huidige kabinetsbeleid daaraan heeft bijgedragen, want ook in andere westerse landen stijgen de zorgkosten minder snel. Wel is duidelijk dat de conjunctuur hierbij een belangrijke rol speelt. Nederland heeft niet alleen een van de duurste, maar ook een van de meest solidaire zorgstelsels ter wereld. Nergens betalen patiënten een lager verplicht eigen risico. Edith Schippers, onze minister van Volksgezondheid, mag bijna 75 miljard euro uitgeven. Dat is haast 30 procent van de rijksbegroting. Van alle andere ministeries heeft alleen Lodewijk Ascher van Sociale Zaken een groter budget. Hij heeft 78 miljard te besteden. Dat het ministerie van Volksgezondheid echt veel geld in kas heeft, zie je als je het vergelijkt met andere ministeries. Zo heeft Schippers twee keer zoveel geld als Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, 7,5 keer meer dan Art van der Steur van Veiligheid en Justitie en maar liefst 10 keer meer dan haar collega Janine Hennis van Defensie. Het meeste volksgezondheidsgeld gaat naar de Zorgverzekeringswet, ruim 44 miljard euro. De tweede grote post is de langdurige zorg, die kost ruim 19 miljard euro. De wet maatschappelijke ondersteuning en de jeugdwet zijn samen goed voor ruim 7 miljard. Het beheer van die ruim 44 miljard euro is uitbesteed aan de zorgverzekeraars. Dat bedrag wordt voor bijna de helft opgebracht door werkgevers en voor de andere helft door inkomsten uit de verplichte basisverzekering en het verplichte eigen risico en door de fiscus die bijdraagt aan de gratis zorgverzekering voor kinderen. Huisartsen zien de meeste patiënten. Zij behandelen 94% van de zorgvragen voor nog geen 3 miljard euro. De medisch-specialistische zorg is veel duurder. Die kost jaarlijks meer dan 20 miljard. De rest van het geld gaat op aan allerlei andere posten, zoals geneesmiddelen, geestelijke gezondheidszorg en tandheelkundige zorg. Vandaag praten we over de besteding van al die miljarden euro's. Krijgen we waar voor ons geld? Hoe bepalen we dat? Wordt al dit geld doelmatig en rechtvaardig verdeeld? Moeten we de zorgkosten terugdringen? En zo ja, hoe dan?